Waar ben jij? Daar weer, kom. Kom je nog? Kijk, wauw, kunnen we de haai zien? Als je er is misschien wel, maar het valt mij niet te mooi. Wacht even. Dat zou wel grappig zijn. Het zou wel leuk zijn als het er is. Kunnen we even goed zien. Ondertussen kunnen we ook... Je moet er toch nog altijd zijn, hè? Ja? Oh, je ziet toch de overkant uit de hoef en de aanleggingen van zijn hoef. Ja. En de vuurtoren. Mm-hmm. Voor de rest heb ik gewoon één grote... zijn. Ik wou echt dat we gewoon dat ze een keer een evenement deden of zo, een week dat al het water weg is, maar dat je er wel gewoon kon lopen. Moet je nagaan als ja, we gewoon hier langs hier naar beneden. Ja, en dat je er gewoon dit allemaal gewoon hier een heel groot gebied had om gewoon volle galop, volle rennen. Volgens mij is dat echt wel een half minuutje dat je aan de overkant bent. Dat wel, maar gewoon het idee dat je zo'n gigantisch gebied even zou kunnen. Ik zou willen weten. De fresh pan met level 1 of level 0, zo ja. Vanaf dat ze iets voor het pinta kunnen, niet getraind met hun paarden, je slikt geen uitrusting op en dan probeer je naar de overkant te gaan, hoe lang dat zou duren. Hmm. Want wij zijn level 19 met zo, 3 snelheid op elke uitrusting met level 15 paarden die helemaal blij zijn. Ja. Maar de paarden zou ook heel, heel slecht gediend zijn. Volgens mij duurt het echt een minuut in dat je aan de overkant bent. Dat kan toch niet anders. Maar volgens mij is de haai er niet. Zo jammer. Nee. Jammer. Ik ben er al lang te zijn. Ja. Ik bedoel, volgens mij is hij er nog wel, maar hij is er nu gewoon niet omdat het water er ook niet is. Mm-hmm. Is op zich wel logisch, maar ik had toch een vliegende haai. Stel je voor, ik ben er zo. Ik val er zo in en ineens. Ik ben opgegeten door de haai. Ja. Wat? Nou, kom, gewoon de andere kant af. Ik weet nog. Oh, nee, niet meer. Kom je? Welke kamer Ik ben er gewoon, ik ben aan het vliegen. Ah ja. Het is leuk dat je nu wel kunt stoppen in het water, want het hoort hier niet dat de hele tijd en kon je zo niet stoppen of trager gaan. Ja. Hey. Ja. Dit is dus... Pinta's onder water. Ja. Dit is echt het leukste. Nu is dit strand nog 10 keer zo leuk. Oh, zullen we er van afspringen? Ja. Ik heb echt geen idee wanneer het in water eigenlijk weg is. Ah, je werkt vanzelf wel wanneer je niet meer valt, maar... Ja, maar oké. Okay. Het groot strandgebied. En... Oei! Auw! Ja, soms ga je dood als je dat doet. Ik zei echt zo plons ja! Dat water zo. Dat is inderdaad gewoon echt op plons. Ja, dat dus vind je niet zo dat water zo. Ook niemand lijkt zich zorgen te maken dat dat water binnenkomt. Ja, dat ook. Maar welk water? Er is geen water. Het is allemaal lucht. Yes, uit de hoef. We zijn er weer aan de andere kant van de woestijn. Oh, kijk dit dan. Ik wil hier gewoon rondrennen. Ik wil hier... Ik wil op dat klein bergje gaan staan. Dat vind ik wel. De wereld is plat. Ze hadden gelijk. Nee. Al die ferries zijn er allemaal afgevallen. Maar vraag me af, waar komen wij vandaan? Nou, wij komen niet van Jorvik. We waren hier op vakantie gegaan en we hebben toen besloten om hier voor eeuwig te blijven. Ooit al gehoord van David Jones Locker? Oh. Dat is een nee! That makes a whole new, gives a whole new meaning to this game. Plot twist. Yay! Kijk! We staan op de poort. Is er precies voor gemaakt? Kun je er terug op? Denk ik niet. Nee. Oh, ik ga er door! De door? Ja. Wacht even, dan moet ik er waarschijnlijk tegenaan springen. Ja, probeer erop te springen.
Want er is zo'n steen er voor. Nee, ik ben niet aan het zwemmen. Oh, ik ben erop. Je bent erop, boven mij. Ha! Die steen. Ja. Je zweeft. Ja. Ik zal kijken of... Kijk, ik kan het proberen om zo hot uit de steen te komen. Dus kijk, jij ging via hier. Ja. Ja, hier niet. Top. Mag ik verder even uit? Dit keer zo je bocht. Nee! Oh! Nee! Wat ben jij nou allemaal? Je bent op te trillen? Ja, ik zag je op je zijkant gaan. Maar ik ben zo van links naar rechts aan het trillen. Ik ben op twee kanten tegelijk. Oh mijn god. Doe het niet. Alsjeblieft. Doe het niet. Maar goed, we zijn dus hier in Epona. Normaal staat hier water. Maar als je wel kan zien, is het een beetje verdwenen. Klein beetje maar hoor. Waarom heb ik helemaal geen... Oh, misschien was het gewoon het water aan het beest aan het lopen. Oh, shit. Oh, my. Ik ben... Ik weet echt niet hoe meer... Ik weet wel dat ik... dat er hier water is dat je zo rond de spelen moet lopen. Want soms is er gewoon aan het lopen ineens zo... Oh, ik ben aan het zwemmen. Ik wist dat ik in het water moet lopen. Ja. Komt omdat sommige dingen zijn in het water, maar kan je nog wel gewoon doorheen lopen. Dus. Je moet dus helemaal mee naar achter komen, daar is het vast. En daar heb je ook weer zo'n afgrond. Wauw, er zijn allemaal van die vlekken. Ja, de grote afgrond. Wauw. Dat is literally like nothing. Ja, en daarna achtergrond zie je gewoon zo'n lijn en daar zit het alles. Ja. Oké, okay, hier is het water dus. Oh, je bent zo'n beetje achteruit gegaan. Je ging zo. Ik klik er een beetje naar rechts. Dus, ja. Dit lijkt heel erg op zo'n beetje als je met Sims de grond aan het verven bent. Je weet dat je geen hoofdstel hebt, hè? Huh? Je hebt geen hoofdstel. Oh. Normaal staat echt de helft volgens mij onder water hier. Er is ook water. Ik was vergeten dat er water op die boot. Maar zo ziet de boot dus in zijn geheel eruit. Ik weet niet meer hoeveel dat je daarvan kon zien, maar... Help. Waarom kan ik er... Die kan hier gewoon door. Ja, je moet springen met hem. Jansie kan je niet opstaan. Dat is een beetje een faal. Van dat ding. Wauw. Oké, hehe. Nee! Ik was aan het zwemmen. Ja. Ik wou erop proberen te springen, daarom ging ik er niet helemaal overheen. Ja, zo, oké. Maar dan. Dat is het ongewenste effect. Maar ja, dus het valt nauwelijks op dat hier geen water is. Ja, dat valt niet echt op bij deze. Ja, in Bollenhills valt dat natuurlijk heel hard op. Dat ja. Stad en daar rond is. Wacht, misschien met het meer. Ja, hier kunnen we ook een beetje gaan kijken. Ja, als je op een gegeven moment echt gaat kijken, dan zou je kunnen zien van er is geen water. Maar omdat het water hier zo helder is en veel... Want op alle andere plekken is het water zeg maar niet doorzichtig. En hier wel. Mm-hmm. Je ziet heel gauw al die stenen hier al. Ik weet dat al niet meer. Ja, een tijdje. Niet op deze stenen. Zou niet helemaal die kant op gaan. Waarom niet? Omdat je dan niet meer terug... Je kan nu al niet meer terug naar deze steen. Ik kom wel. Kom. En we zijn aan de overkant. Wacht op mij. Nee.
Jij moet gewoon te snel zijn. Maar... Je moet gewoon de wilde wachten. Oh, auw. Dat ziet er best mooi uit. Ik weet of je een gigantisch grasveld hebt. Ja, en daar links lijkt er ineens een sneeuw te liggen. Ja. Dus zo'n vierkant sneeuw, precies. Ja. Hey, is het nou zo erg dat ik er gewoon naar beneden wil en gewoon rondrennen? Ja. Oh. Waar ben je eigenlijk? Op een punt waar ik dat vierkante sneeuw kan zien. Nou ja. Oh, daar ben je. Hoi. Kijk. Ik sta op de muur. De muur, op de muur. Kom, dan gaan we naar Golden Hills Valley. Heuvel Valley. Golden Hills Valley! Ik ga even beneden maar binnen zwemmen. Okay. Ik zie gewoon kalf wat ik heb gedaan. Wat? Waar ben je? Ik ben hier. Waar is die? Bij mij. Oké, okay, er zijn bomen. Kom maar naar je. Ik kom. Jij bent degene die achter wil blijven. Marco, kom eens terug. Nee, dit moet je zien. Dit moet je zien voordat het voorbij is. Marco, terug naar de hele pet. Ik ben daar waar jij stond, daar kwam ik tegen de muur aan. En het paard landde zijn gezicht in de grond. Ik kwam dus, toen ging hij schuin voor je terug en stopte hij tegen de muur. Vervolgens gleed hij langs de muur helemaal tot hier. Nee! Wat doe je daar? Je bent ineens weggegaan. Ja, ik ga voor jou naar rechts. Maar wacht, wat? Ik ga voor jou naar rechts. Loop. Maar jij staat hier! Maar jij staat effectief hier! En ineens was hij weg. En ik was zo, hè? En wat? Hi! Wat? Jij stond echt daar! Ik was daar tegenaan gegaan. Toen schoof ik. Ik gleed langs de muur naar hier. En toen pas kwam jij aanrijden. Voor mij. Dus. Maar effectief, je stond daar net daar voor mij. En ineens was je op de poep en je was er weg. Ik dacht zo van, huh? Ik kan magie. Dus, help. Oh, ik ga weer. Ik glijd er weer vandoor. Maar goed, we zijn hier dan. Aan het eind van de wereld met het spookschip. En we gaan het hier afsluiten, denk ik. Ja, ik denk niet dat echt nog... Ja, je kunt ook eens wat je Jarlheim gaan bekijken, maar uiteindelijk is dat hetzelfde. Overal, het is een beetje dit idee. Ja, ofwel zie je zo zand of wel zo. Met vliegende paarden en boten en zo. Dus. Mm-hmm. Dus, zullen wij een aanloop nemen en met z'n tweeën het gelijk gaan vliegen? Ja, wacht, we gaan helemaal naar achter. Oké, nou. 3, 2, 1, go! Ik ben Yay!